Well, good morning. Goedemorgen. Thanks for coming back again. Dank jullie dat je weer gekomen bent. It's been such a privilege to be with you and to see what God is doing here. Het is zo'n voorrecht om hier te mogen zijn en te zien wat de Heer doet in uw midden. And while I've been here, I have heard some very remarkable stories. En ik heb een paar heel bijzondere verhalen gehoord. About what God is doing in people's lives. Over wat de Heer doet in de levens van mensen. Just a little bit more about me. Nog iets over mezelf. I was raised in Southern Ireland. Ik ben opgevoed in Zuid-Ierland. And one of the marks of our community, particularly in the 1970s and the 1980s. En onze gemeenschap was in de jaren 60 en 70, 80 gekenmerkt. Was that relationships were really strained because of what was happening nationally in the country. Dat de relaties allemaal aangetast waren, vreemd waren door wat er in het land gebeurde. Historically, the Protestant and Catholic communities were very opposed to one another. Was de tijd dat de katholieke en de protestantse helften van het land elkaar enorm in de haren zaten. And we experienced that as a family. En daar hadden wij als gezin ook last van. I remember one Saturday night being woken up by my parents. Op een zaterdagavond werd ik door mijn ouders gewekt. And much to our surprise, although I heard this happening elsewhere in the country. En tot onze verbazing, hoewel ik er wel van gehoord had dat het ook wel elders was gebeurd. Our car was on fire. Was onze auto in brand gestoken. Someone had dropped an incendiary device Iemand had er een brandbom op neergelegd. And it was an amazing thing to see the one car that we had explode. En het was vreselijk om te zien hoe onze enige auto ontplofte. But there was a difficulty in our relationships. Maar er was een probleem in onze relaties. And it's a difficulty that had gone over many generations. En dat liep al vele generaties. And it fed a sense of despair into our hearts. En daardoor ontstond er een gevoel van wanhoop in ons hart. Relationships are really important. Want relaties zijn zo belangrijk. And where relationships are good, there's hope. En wanneer relaties gezond zijn, dan geeft dat hoop. But very often where relationships are really bad, there's lots of despair and discouragement. Maar waar relaties beschadigd zijn, krijg je veel wanhoop en ontmoediging. And so it's about mending difficult relationships that I want to talk about today. En daarom wil ik vandaag spreken over het herstellen van moeizame relaties. We started a couple of days ago by laying out the truth and reminding ourselves that the Bible is a really important document. We zijn een paar dagen geleden begonnen met het fundament van de waarheid en dat de Bijbel daarbij een heel belangrijk document is. Yesterday we were being reminded about our identity and how when our identity is secure and we know who we are in Christ, that becomes hope for us. En gisteren hebben we het over gehad dat onze identiteit in Christus onze basis mag zijn en dat we daar zeker van mogen zijn. This whole thing that God is doing is not just about us, it's also about us with other people. Maar dat grote werk wat God aan het doen is, dat draait niet alleen maar om ons, maar ook om onze relatie met anderen. One of our national newspapers, the Sunday Times, ran an article recently about anger. Een van de grote kranten in Groot-Brittannië, The Times, had een serie artikelen over boosheid. And said that 80% of drivers say that they've been involved in a road rage incident. En ze beschreven dat er 80% van de bestuurders te maken heeft gehad met een road rage. Dat is plotseling ontploffende woede bij een stoplicht of zo. 64% of Britons working in an office have had office rage. En 64% van de kantoormedewerkers heeft iets dergelijks op zijn werk meegemaakt. And that 50% of us have reacted to computer problems by either kicking it or hitting our PCs or having. De helft van ons kan zo geïrriteerd raken door onze PC dat we hem een schop geven of zelfs het raam uitsmijten. Or have been involved in some kind of abuse of our colleagues. Of in elk geval iets agressiefs doen ook naar onze collega's. It's a frightening thing. To think in terms of the fact that you might be sitting next to someone who did that over the last week. Een eng idee dat je misschien nu wel naast iemand zit die dat vorige week heeft gedaan. What we do know is that mismanaged anger plays a major role in lots of relationships. Maar wat we wel weten is dat slecht verwerkte boosheid een rol speelt in veel relaties. Parents who don't learn to manage anger wound their children and children in turn exhibit the same kind of behavior. Ouders die niet hebben geleerd om goed om te gaan met hun eigen boosheid
kwetsen hun kinderen en de kinderen gaan vervolgens ook dat weer uitwerken naar anderen. Many jobs are lost because of mismanaged anger. Veel banen gaan verloren doordat iemand boos is geworden en niet goed mee om is gegaan. So what we're looking at this morning is very important. Dus dat onderwerp van vanmorgen is heel belangrijk. And it's both remarkable and appalling that by and large in churches today we often tend to be really bad at dealing with anger and difficult relationships. En het is opmerkelijk en ook heel akelig dat we in de kerk tegenwoordig het meestal maar onder de mat schuiven en dat we heel slecht zijn in het omgaan met boosheid en het uitspreken van wat wringt. What is very clear is that learning to love, as far as Jesus is concerned, was his supreme value. Wat Jezus betreft, leren liefhebben was zijn allerhoogste waarde. And his summary of the total teaching of divine revelation is captured in that single phrase, love God and love others. En hij vatte de wet van God samen in één zin. Heb de Heer lief en heb anderen lief. Can you make them a bit shorter? Okay, I'm sorry. And so to slander another person. En om nog iemand, en als je iemand belastert. Or carry a grudge against another person. Of rondloopt met wrok jegens iemand. Or worse still, gossiping about someone behind their back. Of nog erger, roddelt over iemand die er niet bij is. These violate Jesus' fundamental command. Daarmee doe je de fundamentele gebod van Jezus geweld aan. When we violate oneness. Als we de eenheid beschadigen. We contribute to relational brokenness. Dan dragen wij bij aan het verbreken van de relaties. And it doesn't just affect the other person. En het heeft niet alleen invloed op een ander. We're contributing to the destruction of that which is most prized by God. Maar wij helpen dan mee om datgene te vernietigen waar God het allermeeste waarde aan hecht. Which is the oneness of his creation. En dat is de eenheid van zijn schepping. So what has the Christian faith got to say about the way in which we deal with anger and conflict and relationships? Wat heeft het christelijk geloof te zeggen over de manier waarop wij om moeten gaan met boosheid en moeilijke relaties? Well, this is where the Bible is so helpful. De Bijbel is hier een geweldig handboek. And so this morning I want to take one verse from Matthew chapter 18 and verse 15. Dan neem vanmorgen pak ik één vers, Matteüs 18, vers 15. And we're going to unpack this one verse to look at the practical implications of it. En we gaan dit ene vers helemaal uitpakken om te kijken wat het allemaal inhoudt. So I hope you've brought your Bible. Dus ik hoop dat u allemaal uw Bijbel bijhebt. And your recently purchased notebook and pen. En zojuist. Ah, hallelujah! That's very, very good indeed. Zojuist aangeschafte aantekenboekje en pen. And let's look at this verse, chapter 18 of the Gospel of Matthew, verse 15. Hoofdstuk 18 van Matteüs, vers 15. Do you want to read it? Just that one verse. Shall I read it? Yeah. Yes. Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. What I want to do is break this verse down into seven component parts. Ik ga dit vers opdelen in zeven stukjes. And we're going to run through them quite quickly. And here they are. Number one, if. The little word if. Het eerste woord is alleen maar één woord. So indien, als. If there is conflict. Als er conflict is. Number two, you. Second word. Het tweede woord is jij. The third word, go. Het derde woord is ga. Four, to the person. Vier, naar die persoon. Five, in private. Ten vierde, hoe heet dat? Onder vier ogen. Ja. Number six, discuss the problem. Nummer zes, praat over het probleem. And number seven. En nummer zeven. For the purpose of reconciliation. Voor verzoening, om elkaar te winnen. Now, dealing with conflict always involves a series of choices. Omgaan met conflict betekent altijd dat je keuzes moet maken. And if you're anything like me, en als je op mij lijkt, our natural inclination is to handle the conflict either in a destructive way, is om de natuurlijke neiging is om het op een destructieve manier te behandelen, or not at all. Of helemaal niet. So if we want to live as Jesus wants us to live. Dus als wij willen leven zoals Jezus het wil, we need to be
drawn into his way of dealing with anger and conflict. Moeten wij ons laten leiden naar zijn manier van omgaan met conflict. And the good news is that the way we do this is really simple. Even a child can do it. En het goede nieuws is dat dat eigenlijk heel eenvoudig is. Een kind kan het. And Jesus's wisdom here can be reduced to 3 words. De wijsheid van Jezus kun je in 3 woorden samenvatten. Go and tell. Ga en praat. So go to the other person and deal with the issue. Ga naar die andere persoon toe en praat erover. But the odd thing is that often we don't. Maar helaas doen we dat vaak niet. In fact, this may be the single most violated of all the instructions Jesus gave. Vermoedelijk is dit de meest overtreden instructie die Jezus heeft gegeven. Why? Because at each point in his teaching we come to a crossroads. Waarom? Dat bij al zijn onderwijs wij altijd op een kruispunt komen. And we face very, very powerful influences. En daar staan we altijd, worden we geconfronteerd met hele krachtige invloeden. And very powerful reasons to ignore his instructions. En hele sterke redenen om maar niet te doen wat hij zegt. And the temptation is to withdraw from the conflict. En de verleiding is om je terug te trekken uit het conflict. So let's walk through what Jesus has to say one step at a time. Laten we één voor één deze stappen nalopen. One, if. Het eerste woord is indien. And the little title I've given this is just acknowledge conflict. En de titel die ik daarboven wil zetten is erken dat er een conflict is. If we might replace with the word when. Je kan het woord indien ook vervangen door wanneer. Because to be alive means to be in conflict. Want als je leven betekent dat je in conflict bent. Have you noticed people do fight? Heb je het wel eens gemerkt? Mensen maken ruzie. Sometimes they fight a lot, sometimes they fight a little. Sommigen veel, anderen minder. Some fight constructively, others fight destructively. Sommigen maken op een constructieve manier ruzie en anderen destructief. Some fight fairly, some fight unfairly. Sommigen vechten eerlijk, anderen oneerlijk. Some fights end with smiles and hugs. Sommige ruzies eindigen in glimlach en omhelzing. And some end in screaming, loss of control, coolness and withdrawal. En anderen eindigen in geschreeuw, verlies van zelfbeheersing. To be alive means to be in conflict. Wie leeft, kent conflict. Conflict's normal. Het is normaal om conflict te hebben. It's an inescapable part of being a human being. Het is onontkoombaar onderdeel van het mens zijn. Now there are many people who prefer to believe and pretend that conflict doesn't really exist. Er zijn heel veel mensen die veel liever zouden geloven en ook net doen alsof er geen conflicten zijn. And I think there are a lot of Christians who pretend and think that lack of conflict is automatically a sign of spiritual maturity. En ik geloof dat er ook heel veel christenen zijn die zeggen en denken dat als het maar lijkt alsof er geen conflicten zijn, dat het een teken is van geestelijke volwassenheid. But unfortunately that is not necessarily the case. Maar dat is helaas niet noodzakelijk zo. If you're married to someone who is very passive around the house, als je getrouwd bent met een passief iemand die niet veel doet in het huis, you may not experience much open conflict. Dan ervaar je misschien niet veel open ruzie. However, the lack of conflict doesn't necessarily mean that the passive person is spiritually mature. Maar dat betekent niet dat er geen borden door de lucht vliegen, dat er dus ook de passieve persoon veel volwassener is. They may simply be apathetic. Ze zijn misschien gewoon apathisch. What is worse, when you try to confront them, they don't really care. En wat erger is, als je daar maar over probeert te praten, so the place to start, lijkt het wel of ze niks kan schelen. The place to start is with the truth. Dus waar je moet beginnen is bij de waarheid. For some of us, some relationships that were once a very significant part of our lives have deteriorated. Voor sommige van ons zijn relaties die ooit heel belangrijk waren in ons leven, zijn langzamerhand achteruit gegaan. It may be with a member of our family or with a friend. Kan het zijn met een gezinslid of een vriend of een vriendin. And the truth about conflict is that it is often quite complex and hard to resolve, even with goodwill. En een feit is dat conflicten soms erg ingewikkeld zijn en moeilijk op te lossen, ook al wil je het wel graag. So we begin by owning the truth that there's a problem here. Dus het begin is om te erkennen dat er werkelijk een conflict is. Remember, it's the truth that brings freedom. Want Jezus heeft gezegd, de waarheid brengt vrijheid. And so we move on to the next thing that Jesus says. He says you. Het tweede punt was jij. He calls on everyone who will listen to own the task of seeking reconciliation. Hij roept iedereen op die maar wil luisteren om het
te erkennen dat jij verantwoordelijk bent om iets te doen aan een conflict. And the sad thing is that very often we don't want to do that. En helaas willen we dat vaak niet. And so we think, let the other person come to me. Dus wij denken, laat hij maar komen. It's not fair that I should be the one to take the first step. Het is niet eerlijk dat ik de eerste stap moet nemen. Anger, in my experience, often contains an element of self-righteousness. En daarin zit, naar mijn ervaring, ook een stukje zelfrechtvaardiging. Causes us to want to blame the other person and avoid owning responsibility. Dat maakt dat wij de ander liever de schuld geven en dat we liever zelf geen verantwoordelijkheid nemen. A TV documentary featured some time ago in the UK told the story of two drivers who were in conflict. Op de Engelse televisie was niet zo lang geleden een televisiedocumentaire over twee chauffeurs die ruzie hadden. And one man felt that the other driver had cut them off. En de ene man vond dat die andere hem gesneden had. And he pulled alongside this driver. En hij kwam er langs naast te rijden. Made some angry gesture. Met een paar en maakte boze gebaren. His anger escalated and he pulled out a semi-automatic pistol. En zijn boosheid groeide en hij pakte een pistool. And shot the 17-year-old girl who was driving. En hij schoot een meisje van 17 achter het andere stuur dood. And what struck me was his comment made during an interview with him in prison. En wat me zo opviel was wat hij daarover zei toen hij in de gevangenis zat en geïnterviewd werd. In which he said, she started it. Waarin hij zei, zij begon. I'm just as much a victim as she is. Ik ben net zo goed een slachtoffer als zij. Don't play the game of justifying your mismanaged anger because of what someone else has done. Speel niet het spelletje van je eigen boosheid verkeerd daarmee omgaan, omdat je kunt zeggen dat een ander zijn schuld was. If you've done something wrong, then Jesus says, you take responsibility. You take the first step. Als je iets verkeerd hebt gedaan, neem dan de verantwoordelijkheid zoals Jezus zegt en doe de eerste stap. And if someone else has done something wrong, you take the first step. En ook als een ander iets verkeerd heeft gedaan, neem jij de eerste stap. Dat staat altijd bij in de Bijbel. Number three, go. De derde stap is ga. Take action. Don't let the resentment fester. Kom in actie en laat die wrok niet onderhuids blijven woeten. But often I don't want to go. I just want to stay and stew. Maar vaak heb ik helemaal geen zin om te gaan en blijf ik liever boos. I'd rather just go mad. Ik word liever kwaad. Besides, if I go, it might get ugly. En als ik er naartoe ga, wat gaat er dan gebeuren? Iets akeligs? And this for some of us is a huge step. En daarom is het voor sommigen van ons een enorme stap. And it's important to remember that when you go and approach the other person, you may not even do it all that well. Want je moet ook bedenken, als jij gaat naar die andere toe gaat, kan je ook wel eens niet zo goed aanpakken. You may stutter, you may stammer and stumble over your words, but don't let that stop you. Misschien kom je niet goed uit je woorden, begin je te stotteren, maar laat dat je niet weerhouden. Now it's really important to use as much skill and wisdom as you can. Het is wel belangrijk dat je alle vaardigheden die je hebt gebruikt. But if you wait until you can do it perfectly. Maar als je blijft wachten tot je het echt goed kunt. You may never go. Dan zal het er misschien wel niet van komen. Doing it flawlessly is not the main concern. The main concern is that you go. Het gaat er niet om dat je het perfect doet. Het gaat er om dat je die stap doet. Remember, avoidance kills community. Ontwijken maakt een einde aan de gemeenschap. Avoidance causes resentment to fester. Elkaar ontwijken maakt dat de wrok begint te gisten. So will you go? Dus wil je alsjeblieft gaan? I want you to pray now. Wil je vragen om nu te bidden? That God would show you one person that you need to go and speak to. Dat God u één persoon wil laten zien waarmee u moet gaan praten. Or maybe a group. Of misschien een groep. Because this teaching is no good if it just rests in our recently purchased notebooks. Want u hebt niks aan dit onderwijs als het alleen maar op de blaadjes staat van uw zojuist aangeschafte aantekenboekje. Or is not acted upon. Als er geen actie volgt. Jesus is not just looking for understanding. Jezus wil niet alleen dat we het begrijpen. He's actually looking for obedience. Hij wil dat we gehoorzamen. And there's a gap between the two often. En daar zit vaak een kloof tussen.
So who's the person that you need to have a courageous conversation with? Wie is de persoon met wie je een moedig gesprek moet gaan voeren? And if you have a pen, recently purchased pen. En als je een gloednieuwe pen hebt. You might like to write down in your recently purchased notebook. Schrijf op in je nieuwe schriftje. The name of that individual now. De naam van die persoon, schrijf het nu op. Because I think this is a great challenge to a lot of us. Want ik denk dat dit voor veel van ons een grote uitdaging is. Go. Doe maar. And then to reflect on two little questions. Why am I angry? En dan denk vervolgens na over twee vraagjes. And to be clear about that. Waarom ben ik boos? And then secondly, what do I want? En ten tweede, wat wil ik eigenlijk? It's an amazing dynamic, you know. Het is een verbazende dynamiek. That sometimes people get so angry that they forget the purpose. God purpose, the Jesus purpose, which is to bring all things together. Want het is merkwaardig dat je zo boos kan worden dat je gewoon vergeet wat Gods bedoeling is, wat Jezus bedoeling is om mensen bij elkaar te brengen. So, if there's conflict, acknowledge it. Als er conflict is, erken het. You. Jij. Go. Gaat. And then the fourth thing I add to this is to the person. Ten vierde, naar die persoon. You go directly to the person involved. Rechtstreeks naar de persoon om wie het gaat. Now, as a general rule, I don't want to go to the person. I want to go to my friends. Over het algemeen hebben we geen zin om naar die persoon zelf te gaan, maar naar een vriend te gaan of een vriendin. And I want to say something like this. En dan wil ik iets zeggen zoals. Let me tell you what's going on here. Ik ga je vertellen wat er aan de hand is. I just want to lay it out very objectively. Ik wil het heel objectief beschrijven. And I'd like to get some feedback from a neutral third party. En ik wil een beetje reactie krijgen van een neutrale derde persoon van jou. Tell me, do you share my concerns about this person? Heb jij dezelfde zorg om die persoon? You know that they are a deeply disturbed psychopath. Dat ze een zeer verwarde psychopaat is. It's much more fun to do it that way, isn't it? Het is veel leuker om naar een derde persoon te gaan en lekker te gaan kletsen. I can commiserate with a third person. Ik kan ze medelijden hebben met een ander. Now, I think often we idealize the first century church and think that it was conflict-free. Ik geloof dat we de allereerste kerk vaak idealiseren en denken dat daar geen conflicten waren. But nothing could be further from the truth. Maar niets is verder van de waarheid. It was a place where people were committed and accountable to manage conflict well. Er was een plek waar de mensen zich hadden toegewijd en verantwoordelijk voor waren om goed om te gaan met conflicten. Paul writes to the Christians in Philippi where two prominent women, Euodia and Syntyche, were locked in conflict. Paulus schrijft aan de Filippenzen over twee vrouwen waar Euodia en Syntyche met elkaar in ruzie hadden. And we don't quite know why, maybe over the one who had the goofier name, I don't know. Ik weet niet waar ze ruzie over hadden, misschien over wie de mooiste naam had. So tell me, what's goofy in? I didn't catch that one. Oh, did you not? Goofy? Goofy. Goofy, oh, gekke naam. Wie de gekste naam had. And Paul doesn't say, you know, Euodi, talk to someone about how unfair Syntyche is being. En Paulus zegt niet, Euodia, ga maar met iemand anders praten over hoe gemeen Syntyche is. Thoroughly discuss with other people the character flaws and neuroses of this other individual. Ga niet met een ander de karakterfouten en de neuroses van jou of. He doesn't say, you know, share this with 3/4 of your friends and ask them to pray for this other individual. Hij zegt ook niet, ga het aan 3/4 van je vrienden vertellen en vraag ze om te bidden voor die persoon. He pleads with them and he says, look, agree with one another. Nee, hij pleit bij die twee vrouwen rechtstreeks en hij zegt, verzoen je met elkaar. And then he goes on to commend them. Wees eensgezind en vervolgens prijst hij ze. You know, the litmus test of real spirituality is not the absence of conflict. Het bewijs van werkelijk geestelijke volwassenheid is niet de afwezigheid van conflict. The litmus test of real spirituality is that we manage conflict well. Het bewijs voor echte geestelijke volwassenheid is dat we goed omgaan met conflict. Conflict's inevitable. Want conflicten zijn onvermijdelijk. Resentment is optional. Maar wrok is niet nodig. And then fifthly, Jesus says, just between the two of you. En ten vijfde zegt Jezus onder vier ogen.
You see, we're to approach the object of anger, this person that we're angry with, in private. That's what Jesus is saying. Wij moeten dus met alleen die ene persoon gaan spreken met wie wij ruzie hebben. There's a need for great sensitivity here. Een grote fijngevoeligheid is daarvoor nodig. Now I come across this myth. Ik kom het volgende tegen. That the best way to handle anger is to really ventilate it. Het is een soort mythe dat de beste manier om met je woede om te gaan is dat je het de ruimte geeft. You know, the idea is that unexpressed anger that gets stored up in an inner kind of psychological well. Want het is een soort gedachte dat als je boosheid niet uit, dat het dan opgeslagen wordt in een soort bron van binnen. So that when we become angry, the main thing is that we must discharge all of our feelings. En dat als we boos worden, dat dat een soort loslaten is en de druk ervan afnemen. Dus gevoelens eruit gooien. We must blow out the emotion that is within us. We moeten die emotie kwijt. We moeten ons afreageren, zeggen we. And according to this theory, if we don't let the anger fly, it doesn't go away. En volgens deze theorie, als je dat niet doet, dan gaat die boosheid niet weg. And so it builds up in us like a head of steam. En het wordt als een stoomketel die steeds onder grote druk komt te staan, als een plek in ons. And if we don't ventilate it, then it's going to blow us up on the inside. En als we het niet afreageren, dan zullen we erdoor opgeblazen worden. And one day we'll become like a volcano. En dan worden we ooit een keer een vulkaan. Waiting for this river of rage to explode inside us. Wachten we op die rivier van woede, die lava die uit ons barst. Now, why do we think this way? En waarom denken we dat? Do we think this way about our other emotions? Denken we dat ook over onze andere emoties? You know, no one says, I've been holding in joy. Niemand zegt, ik heb de vreugde niet geuit en ik heb nou zoveel vreugde in me dat ik moet het kwijt. All these years I've heard funny jokes at New Wine summer conferences. Ik heb al die jaren grappen gehoord op New Wine zomerconferenties. And if I don't vent this joy, I'm gonna blow up on the inside. En als ik niet keihard lach, dan barst ik uit elkaar. And it's gonna do a lot of damage inside me. En het zal me beschadigen van binnen. Or I'm so grateful. Ik ben zo dankbaar. And I've got to vent this gratitude. Ik moet die dankbaarheid uiten. Because if I don't vent this gratitude, there's going to be real damage done inside me. Want als ik dat niet doe, dan ga ik van binnen kapot. Where does that stuff come from? Waar komt dat verhaal vandaan? The theory of ventilation is really problematic. De theorie van het afreageren is echt een probleem. But particularly for one reason. En met name om één reden. The ventilator might have a really good time exploding. Het is misschien wel heerlijk voor degene die aan het afreageren is. But the person who receives it often doesn't like it. Maar degene eromheen, die vinden het vaak niet zo leuk. Research on anger has reached a level of consensus rare in the social sciences. In de sociologie heeft men zoveel onderzoek gedaan naar boosheid dat er nu een soort algemene consensus is. That just blowing up. Dat ontploffen. Is not a good way to deal with anger. Geen goede oplossing is. Sensitivity is required. Er is fijngevoeligheid nodig. And then number six, and we're coming into land now. En nu komen we in zicht van het land. Jesus says. Jezus zegt. Show him his fault. Laat hem zien. And that's easier said than done. Ja, daar staat bestraf hem. Dat betekent. Because, ik denk in de nieuwe Bijbelvertaling staat het waarschijnlijk beter. Leg uit wat er verkeerd is. Because very often people end up addressing the problem indirectly rather than directly. En het is belangrijk om dat gewoon ronduit te vertellen. En, want we zijn geneigd om een soort omtrekkende beweging te maken en niet echt duidelijk te zijn. And I suppose that we do it indirectly because we want to soften the blow. En het met de beste bedoelingen om niet te hard over te komen. For instance, a wife may well be frustrated with her husband's failure to help around the house. Een vrouw kan zich best wel ergeren aan haar man die veel te weinig doet om haar te helpen. But her frustration may come out more as a question rather than a direct statement. Maar ze kan geneigd zijn om die frustratie meer te uiten in de vorm van vragen dan in een opmerking. So it might come out like this: "Darling, wouldn't you like to tidy up the garage?" Ze kan bijvoorbeeld zeggen: "Lieve schat, zou je misschien de garage willen opruimen?" And so he searches his heart. En hij denkt, hij voelt van binnen. And he says, no. Heb ik daar zin in? En hij zegt nee. But actually what she wanted was, maar wat ze eigenlijk wilde was, tidy up the garage. Come on,
ruim nou eens die garage op. So let me start with this, what I call 10% rule. Dus laat ik beginnen met wat ik noem de 10% regel. Because it's often the final 10% that we don't say, yes? Want het is voornamelijk die laatste 10% van onze boosheid die wij niet zeggen. We'll go all over the place. We zullen van alles zeggen. But actually tell the truth. Maar die laatste 10% vertel de waarheid. So it might be you're not listening to me. Bijvoorbeeld je luistert niet echt naar me. Please don't. I don't believe that for a moment. I'm sure you are. Ik geloof dat niet van al die mannen, echt niet. What is this kind of final 10% that we find so difficult to talk about? Maar wat is die laatste 10% die we meestal achterhouden omdat we het zo moeilijk vinden om erover te praten? Because often we can go through the hard work of setting up a difficult conversation. Want we kunnen best wel de moeite doen om een moeilijk gesprek aan te gaan. But then we shrink back from telling the thing that really matters. En dan schrikken we toch terug om de kern werkelijk te communiceren. Instead of honestly naming rude behavior, we speak very vaguely to other people. In plaats van dat we gewoon eerlijk zeggen dat we vinden dat die andere zich onbeschoft gedraagt, so here's blijven my little, we heel vaag. So here's my little framework for the 10%. En hier is mijn structuurtje voor de 10%. Number one, describe clearly what you see. Nummer 1, beschrijf duidelijk wat je ziet. Example, you weren't listening to me. Bijvoorbeeld, je luisterde niet naar mij. Number 2, explain how it hurt you. Ten tweede, leg uit waarom dat jou pijn doet. Because you weren't listening to me, I felt hurt. Omdat je niet naar me luisterde, deed dat mij pijn, alsof je mij niet belangrijk vindt. 3, test what the consequences have been. Ten derde, toets wat de gevolgen zijn geweest. You know, this could actually cause a distance between us, and I don't want that. Leg uit wat de gevolgen zouden kunnen zijn, namelijk grotere scheiding tussen. And then ask for the change that you would like. Vraag vervolgens ten vierde om de verandering die je prettig zou vinden. You know, I want us to connect when we are together. Ik wil graag dat we met elkaar verbonden zijn als we bij elkaar zijn. And then lastly, my final point. En tenslotte, if he listens to you, you have won your brother over. Punt 7 van die eerste 7. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. See, the goal of good conflict resolution is not just to win points. Want het doel van goede conflictbeheersing of omgaan met conflicten is niet om te winnen. It's for the sake of unity, it's for the sake of oneness, for the sake of reconciliation. Het gaat om eenheid, om de ander te winnen. Your aim should be the restoration of that relationship. Het gaat erom, je doel zou moeten zijn om die relatie te herstellen. This oneness is the will of God for the human race. Want eenheid is Gods wil voor de mensheid. So let me finish with a story. Laat ik tenslotte nog een verhaal vertellen. I was trying to park my car the other day in a very congested street. Ik probeerde laatst mijn auto te parkeren in een hele drukke straat. And the driver behind me was getting increasingly frustrated. En die man achter mij die werd steeds meer gefrustreerd. Because he couldn't get around me. Omdat hij niet om me heen kon. And he just had to sit there and wait as I tried to park my car. Hij moest wachten totdat ik mijn auto geparkeerd had. And finally I got the car parked. Tenslotte was het voor elkaar. And he pulled up alongside me and said, "What's your problem?" En hij kwam naast mij staan met zijn auto en zei, wat was het and probleem? Then drove away. En toen reed hij weg. Now I've been thinking about that. Daar dacht ik over na. Because it pretty much sums up the human race. Want dat is precies een beeld van de mensheid. But the man unfortunately didn't stick around to discuss it with me. Maar helaas bleef de man niet wachten tot we erover konden praten. He didn't really kind of care about what my problem was. He just left me with this provocative question. Het kon hem niet werkelijk schelen of ik een probleem had. Hij liet gewoon die nare vraag bij mij achter. Now what is interesting is that he did 6 of the things that Jesus asked us to do. In feite had hij 6 van de dingen gedaan die Jezus hem had opgedragen. Did he acknowledge the conflict? Oh yes. Erkende hij het conflict? Ja, ja. With great clarity. Heel duidelijk. Secondly, he took the initiative without warning. He was not passive. Ten tweede, hij was niet passief. Hij nam het initiatief. Hij ging. Thirdly, he didn't complain about me to another motorcyclist or start a circle of gossip on the pavement. Ten derde, hij is niet gaan klagen bij anderen. You know, geen discussiegroep op de so stoep. So that the entire town was talking about me. Zodat de hele
stad over Chris kan praten. He spoke to no one else but me. Hij sprak alleen maar tegen mij. His communication was impressively direct. Zijn communicatie was indrukwekkend rechtstreeks. I knew exactly what he was thinking and what he was feeling. Ik wist precies wat hij dacht en wat hij voelde. We went to the final 10%. We hebben de laatste 10% ook te binnen gekregen. He got 6 out of the 7 steps right. Hij heeft 6 van de 7 stappen goed gedaan. But he missed the one. Maar hij miste de laatste. The most important of all. De belangrijkste. Now, direct confrontation doesn't always do good. Dus directe confrontatie doet niet altijd goed. Sometimes it escalates. Soms escaleert het. And leads to violence. En leidt het tot geweld. Confrontation of this kind can do tremendous damage. Dergelijke confrontatie kan enorme schade aanbrengen. Sometimes that happens and we get very, very deep scars and wounds as a result of it. Soms gebeurt dat en krijgen we hele diepe littekens en wonden. And then we need something more than anger management. En dan hebben we nog iets meer nodig dan het omgaan met boosheid. We actually need the miracle of forgiveness. Dan hebben we het wonder van de vergeving nodig. And it's about forgiveness. En over vergeving. That I want us to pray. Wil ik bidden. Would you like to stand? Wilt u gaan staan?